Hallo allemaal, welkom bij de vijfde aflevering van de Gouden Jongens Podcast. De gast van vandaag is 27 jaar oud, werd geboren in Lent. Begon zijn carrière bij DVOL in Lent. Uh, ging daarna naar de jeugdopleiding van NEC. Werd Europees kampioen met Oranje onder 17. Belandde daarna bij FC Den Bosch. Inmiddels speelt hij bij Dovo. Welkom Daan Disveld. Dankjewel, dankjewel. Plezier. Hoe is het, ja. Daan? Ja, goed. Fijn, ja. dat je, fijn dat je bent, ja, dat je bent gekomen naar ons. Ja, leuk dat jullie me uitgenodigd hebben. Ja, voelde, me, voelde me vereerd, moet ik zeggen. Goede reis gehad? Ja, zeker. <laughs> Stukje rijden, maar daar dat had ik er wel voor over. Kijk, dat is mooi in ieder geval. DVOL, wij zaten net met elkaar te speculeren. Hoe spreken we dat uit? Maar het is zo goed, hè? Ja, zeker. Het is uh, door vrienden opgericht Lent. Lent yeah. is het uh, dorpje waar ik uh, geboren ben en getogen. En daar ligt de voetbalclub ook? Ja, zeker. Dat is naast Nijmegen. Bij, dat is naast Nijmegen, ja, oké. Okay. En zeker. daar begon je met voetballen? Ja, klopt. Toen ik uh, 4, 5 was, toen uh, begon ik daar met voetballen. En uh, ik kom eigenlijk uit een uh, voetbalgezin, dus iedereen liep daar al uh, wel rond. Uh, we hadden ook een kwekerij, uh, een met, 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 bloemenkwekerij. En daar heb ik ook uh, ontzettend veel gevoetbald. Ja. En dan rolde ik er op een gegeven moment in. En, dan... en ook gewerkt? Ja, ja, ook wel. Maar, <laughs> Kijk, hoort er ook bij? Ja, hoort er Op wel. hele jonge leeftijd al of niet? Ja, redelijk jong. maar was prima toen... Uh, maar het was meer voor de, voor de leuk, zeg maar, dat we dat met z'n allen konden doen dan uh, dat dat het echt werken was. Heb je alleen gevoetbald? Uh, al die tijd bedoel je? Yeah. Ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, toen ik op de basisschool zat ook nog wel getennist. Uh, alleen op een gegeven moment kon ik het niet meer uh, combineren, omdat uh, Reno net ook zei: van ja, toen moest ik naar NEC. Of ja. moest ik niet. Maar toen ging ik naar NEC. <laughs> wilde je ook wel graag. Ja, toen wilde ik ook <laughs> wel graag. En toen, uh, ja, toen mocht ik het ook niet meer. En uh, toen had ik het er ook niet meer voor over. Lent ligt natuurlijk onder de rook van de Nijmegen, eigenlijk bijna in Nijmegen volgens mij. Ja, klopt. Ben je dan ook vanuit. Uh, je vanaf vroeger al eigenlijk voor NEC? Of ja, zeker wel. Zeker. Uh, Lent was vroeger echt uh, heel apart van Nijmegen nog. Was het was echt een boerendorpje nog. En nu probeert Nijmegen Lent zeg maar, uh, bij zich te trekken. Maar uh, het is wel één, dus uh, iedereen in ons dorp is ook van Nijmegen. Voel je dan en... een Lentenaar of een, <laughs> of een Nijmegen? Nee, een Lentenaar. Dat <laughs> okay. <Echte lentenaar>, ja. <laughs> <laughs> klinkt wel. Maar DVOL, hoe oud was je toen je daar begon? Uh, ik denk dat ik toen vijf jaar was. Ja, tot, uh, tot mijn tiende daar gespeeld. Dus vijf jaar uh, op het oude complex toen nog. En, uh, ja, daar weet ik eigenlijk niet heel veel vanaf. Uh, meer vanaf, eerlijk gezegd. Wel altijd als rechtsback? Nee, helemaal niet. Oh. Zelfs uh, als tien en als spits. Kijk, kijk. Ja, ja dus, uh, ik snap het ook nog steeds niet. <laughs> maar uh, nee, daar ben ik toen uh, ja, als, als team begonnen. En uh, uiteindelijk uh, wel bij, door NEC uh, ges, gescout als verdediger. En waarom dan als verdediger, niet als nummer tien? Dat <laughs> weet ik ook niet. <laughs> voor, een, voor een club als DVL was ik misschien best technisch en uh, best uh, goed. Maar toen ik met de best uit de regio kwam, toen... Uh, Jeeld het misschien een beetje op. Zijn er meer DVOL'ers die ooit uh, ja, bij NEC of in ieder geval het ver hebben geschopt? Ja, ja, dat is wel leuk. Uh, mijn broer die heeft uh, ook zeven jaar bij NEC gespeeld zo, in de no, jeugdegleiding. Ja, Tegelijkertijd ook gescout? Ja, ja oh. we hebben nog foto's thuis uh, dat we allebei met de voetbaltas voor het stadion staan. Wow. Want toen was het zo dat je gescout moest worden en dan moest je met talententrainingen meedoen. Mm. En uh, ja, zo kon je doorstromen. Hij was wel twee jaar ouder. Uh, dus toen hebben we dat samen gedaan. En uiteindelijk was hij het eerste jaar door, ik nog niet. En toen mocht ik het tweede jaar opnieuw uh, komen, zeg maar. En toen ging ik ook door. Maar hij heeft er zeven jaar gespeeld. Hoe is dat dan voor hem? Om te zien dat jij eigenlijk daarna gewoon doorgaat en hij. Ja, voor een hem was al, uh, ja, is het heel lastig uh, geweest. Uh, niet zozeer dat ik dan het wel soort van red en hij niet. Maar meer uh, de manier waarop hij was weggestuurd. Dat, uh, ja, dat was niet, uh, niet heel netjes. We hadden evaluatiegesprekken en uh, hij mocht gewoon door. Mm. Einde van het jaar mocht hij het niet door. Dus dat was wel even oh, pijnlijk. Uh... Ja, en toen voelde ik me ook wel even heel zuur, moet ik zeggen. Uh, maar ja, uiteindelijk ja, dacht ik wel van oké, okay, weet je, als hij het niet redt, dan uh, ga ik het maar doen. Kijk je dan ook niet op een gegeven moment een beetje ja, vies richting NEC, zeg maar? Ik bedoel, ja, ze ja. hebben je uiteindelijk je broer niet heel netjes behandeld. Heb je dan ook ooit overwogen om daar weg te gaan op dat moment? Nee, dat eigenlijk niet. Ik denk, uh, als ik zelf niet bij NEC had gespeeld, zeg maar, dan, dan zeker wel. Uh, alleen, ik wist gewoon hoe het echt was. Uh, of echt was hoe het daar was. En mm. ik voelde me daar gewoon echt super prettig op me gemaakt. Dus uh, nee, dat had ik zeker niet. Dat kon je als kind wel loszetten van elkaar? Ja, ja zeker wel. Ja. Want toen was ik, wel, was ik ook wel wat ouder, hoor. Toen was ik denk ik uh, 16 of zo. Je vertelt dat je dan als, als jonge jongen op 10 stond. En uiteindelijk rechtsback. Hoe heeft NEC dat zo bepaald? Ja, geen idee. Ik vraag me ook altijd af uh, hoe ze dat uh, zien en hoe ze het doen. Ik denk dat uh, de meeste spelers die gescout worden. bij een amateurclub wel op 10 staan of in de spits. Dat ja. vaak toch de wat betere voetballers zijn. Mm -hmm. Die ga je niet rechtsback zetten of nee. achterin. Uh, maar hoe ze ja, voor mij een verdediger hebben gemaakt, uh, weet ik eigenlijk niet. Uh, ik was niet, wat ik net ook zei, ik was niet de technische speler. Dus uh, ja, als je kijkt met andere spelers die ik gespeeld heb, die dan voorhoede spelers zijn of uh, uh, middenvelders, dan denk ik van ja, ik ben wel echt een verdediger. Met welke team was jij te vergelijken dan? Als je niet, ja, niet hele technische team. <laughs> uh, weet niet, niet technisch, niet scoren, maar hard werken. Maar ik weet hard niet, werken. Ja. Ja, dat, dat las ik ook bij Alfred Stuyvenberg. Daarom speelde je ook hè, op het EK. Ja, klopt. Hij, hij houdt het echt van hoe jij... Hij hield er echt van, natuurlijk. Ja. <laughs> Hoe hard jij werkte. Ja, nee, dat klopt. Ik heb toen uh, bij Albert, ik moet wel zeggen, bij NEC was ik eigenlijk altijd centrale verdediger. En toen kwam ik bij, uh, ja, ook wel rechtsback hoor, dat, je, dat is gelijk. En toen kwam ik bij Neon zelf dan, toen zei Albert eigenlijk van, ja, uh, met alle respect, je bent 1,80 meter, voor centrale verdediger bij je voor Neon zelf Elfstand te klein. Ja, inderdaad. Dus uh, we hebben uh, Ray Kiek, we hebben Konglo, we hebben Menno Koch, ja, die zijn allemaal een stukje groter. Uh, ja, we gaan je op rechtsback uh, proberen of zetten, zeg maar. Ja, en eigenlijk viel het, uh, pakte dat zo goed uh, uit dat ja dat ik daar niet meer weggegaan ben. Bijna zelfs dat bij NEC dan wel ja. weer ook centraal gespeeld. Allemaal bekende namen. Wat vond je leuker, ja, om te doen om, om rechtsback te staan of om echt centraal? Uh, um, eigenlijk was het wel leuker centraal achterin, omdat dat uh, iets meer voor mij was qua coaching en zo. En als rechtsback, ja, dat zie je nu ook met Dumfries bijvoorbeeld. Ja, dan moet je echt Lopen. Als uh, lopen, uit. ja. Ze stieren noemen ze hem ook wel. Dan moet je en <laughs> naar voren en terug. En dan kon ik op zich wel. Is niet zo extreem als hun? Hoe is het om als jongen uit Lent uh, dan uiteindelijk door NEC gescout te worden? Ja, dat was, dat was eigenlijk wel uh, uh, al echt superleuk. Alleen het was nog echt. Ja. Weet je hoe dat ging eigenlijk? De, toen de brief op de mat kwam. Uh. Ja, ik weet nog wel dat ik die brief kreeg. Want toen ging nog met de brief en niet met de e-mail of uh, uh, weet ik het wat. Maar, Heeft ook wel uh, wat, hè, zo'n brief. Dan. Ja, dat is echt mooi. Ja. Hoor, want Heb je hem nog je, toevallig? Toeval Oeh, ja, ik denk het wel. Mijn vader, die heeft uh, iets van vier of vijf van die fotoalbums. Ook oh. met alle brieven uh, en alles erin, rapporten en zo. Dus ik denk dat hij daar nog wel in zit. Maar ik heb hem later niet meer teruggezien, eigenlijk. Maar nou komt die brief binnen, daarop staat Daan dit veld. Ja, ja het komt was wel ook. grappig. Want uh, samen met mijn broer kregen we wel apart een brief, zeg maar. Maar niet tegelijk. Dus eerst was de één. ik weet niet meer of hij het was of ik. Eerst was de één en daarna was de ander, zeg maar. Dus het was wel echt, uh, ja, was wel echt uh, super vet. Twee keer feest dan eigenlijk gewoon. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. Ik moet wel zeggen, ik weet het niet. Precies meer hoe die dag eruit zag, helemaal. het is toch al uh, 17 jaar geleden. Maar uh, ja, ik weet wel dat ik in ieder geval heel blij was. Ja. En dan maar, kom je in de jeugdopleiding van NEC, dan word je rechtsback. Merk je daar dat het heel anders is dan bij DVOL? Ja, eigenlijk wel. Ja, wat, wat ik zeg, ik was toen tien en ik weet en, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar ik weet er niet heel veel meer van af. Uh, kijk, we gingen natuurlijk van DVOL één keer trainen of twee keer trainen, maar uh, uiteindelijk uh, uh, vier keer, vijf keer, zes keer, zeven ja. keer, acht keer. Uh, dus ja, het was zeker anders, maar het besef is daar niet echt heel erg geweest. Hoe ging je al dat naar NEC op het fietsje? <laughs> nee, nee, nee. Ja, het was maar 20 minuten fietsen. Ja. Uh, alleen we hadden de luxe dat we opgehaald werden met Kijk, een busje. Ja, zo. Dus, uh, Voor een relatief ja, kleine club. Ja, zo, ja. ja. ja inderdaad. Ja. Nou, NEC had toen wel, uh, na Sparta volgens mij en Ajax, had NEC wel de beste jeugdopleiding van, ah, uh, van ja. Nederland. Heb je ook met jongens gevoetbald die ook echt ver nog zijn gekomen bij NEC? Uh, ja, we hadden eigenlijk een supergoed team. Toen we in de C1 speelden, dat dus onder 15. Toen werden we um, volgens mij of eerste of tweede achter Sparta. Okay. Uh, volgens mij dan tweede achter Sparta, denk ik. Uh, en toen hadden we echt een heel goed team. Alleen van dat hele goede team is alleen Vincent Jansen uh, doorgebroken. Oké. Okay. Ja, en voor de rest eigenlijk niemand. Terwijl dat ja, heel bizar is, want je hebt zo'n goed team. Ja. Uh, Wel nog bekende namen dan? Nee, ja, eigenlijk niet meer uit het elftal. Waar ligt dat aan, weet je dat? Dat er eigenlijk een heel goed team staat en één iemand breekt door Voor een aantal jaren, nu volgens mij in Mexico, dus ja, nu Mexico klopt. Nee, ja, ik, nee, ik weet dat eigenlijk niet. Ja, het is natuurlijk wel um, zo dat ze altijd wel zeggen van per elftal gaan de max twee door of zo, zeg maar. Ja, ja het klopt ook wel, ondanks dat je een heel goed elftal hebt, klopt het uiteindelijk wel. Het is dan één geworden, ik een half, dus anderhalf, zeg maar. Mm, ja, dus, precies. Uh, ja, uiteindelijk klopt het wel te zeggen. Werden je dan ook doorgeschoven omdat je beter was? Ja, ja, we hadden beide doorgeschoven. Hij is nog mee vindt is nog naar nou, een toernooi in Italië toen met de ja. B1? Uh, ik mocht eigenlijk altijd, uh, uh, ja, tot en met jong eigenlijk was ik altijd een jaar vooruit, uh, vooruit geschoven. Ja. Hoe zag dat er dan uit voor jou? Ik bedoel, ja, dit is ook wel een bepaalde trots die je dan hebt denk ik, ja, om doorgeschoven wel. te worden. Ja, ja. Dat begon eigenlijk toen ik uh, telkens geselecteerd werd van Nederlands al. Uh, vanaf dat moment zag NEC over, oké, okay, ja, wat we zien, dat klopt zeg maar. Dus hij is wel echt goed. Uh, we gaan telkens ja een jaar doorschuiven. Uh, heb ik wel twee keer bij NEC meegemaakt dat dat uh, team waar ik eigenlijk in hoorde op degradatie stond. En de moest de je even ja, moest ik echt... echt, echt, echt moest mee helpen. Terug. Ja, dus... Uh, ja, was op zich prima. Merk je ook het fysieke verschil, of misschien ook wel het voetballende verschil, tussen jouw eigen team en het, en het jaar wat daarboven zat, met qua tegenstanders? Ja, tevallen? sowieso wel qua uh, fysiek, zeg maar. En ook wel, iedereen was net even een stap verder. Uh, en ik had wel het voordeel, en achteraf misschien ook wat nadeel. Ik was vroeger al, had ik een beetje dezelfde bouw zoals nu. Dus best wel, ja... Lomp of sterren, hoe je het wil noemen, zeg mm -hmm. maar. Uh, en iedereen was wat kleiner, wat verfijnder. Dus ik kon met wel zo heel goed spelen. Oh, en ook bij het, uh, een elfte hoge was het nog steeds wel dat ik al een van de. Nou, groter was niet, maar ik ben niet groot. Maar eerst van ja, van hier sta Even ik. Een van de sterkste gebouwen. Uh, ja. Ste ja, precies. Was nou. je dan ook vaak in de gym te vinden? Uh, dat niet eens zozeer. Nee, vroeger in de bloemenkast. misschien heeft dat geholpen. <laughs> veel tillen, ja. ja, 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 dat ja dat veel veel Op een gegeven moment wordt NEC, de jeugdplein van NEC, gaat fuseren met FC-Os. Ja, wat merk je daar eigenlijk van als speler? Als ineens jouw club met een andere club samen gaat werken? Ja, wij merkten daar toen niet heel veel van. Uh, in de opleiding zelf niet. Volgens mij kwamen er één of twee bij vanuit, uh, vanuit os, zeg maar. Alleen toen wij, uh, of toen we een gegeven moment een jong NEC speelden, toen merkte je het wel. Uh, want toen kwamen er ook spelers, dat was wel heel apart. Dan, uh, bij jong spelen, dan, dan heb je een vast groepje. Ja. Uh, en je hebt dan spelers van de eerste die niet spelen. Maar hadden hadden de reserves die op zondag inderdaad niet. Ja, bij NEC dan, maar ook die van OS, zeg maar. Dus had je wel eens wissels van OS en wissels van NEC samen in een elftal. Ja, of dat. een shirt droeg je. Waar dat van die rode shirts is of niet? Volgens mij waren het gewoon de NEC-shirts met uh, oh, NEC-logo en NEC, NEC en uh, Topos OS. Was het Maar uh, oh, dus uh, die jongens van OS die stonden dan uh, op zondag zaten op de bank in een OS. Of ja, ja. Vrijdag, ja, 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 ja vrijdag in een OS tenuutje ja. en uh, maandag, maandag, maandag stonden ze in een NEC-shirt. Ja, uh. ja, er stond wel Top Os logo bij op. Maar maar, uh, oh ja, dat is inderdaad wel redelijk gek. Ja. Ja, ja, vond ik ook, ik snap, ik, ja, ik snap achteraf ook niet heel echt uh, wat het idee erachter was. Waarschijnlijk dan dat dan de beste, of de beste van uh, Topos naar ons konden en wat minder dat die bij hun konden spelen. Maar het is volgens mij niet heel erg uh, goed uitgepakt, want anders was het nu nog wel steeds Nee, nou ja, precies. En qua, qua trainingsaccommodatie ben je dan, zit je dan in Nijmegen gevestigd? Ja, of ja, ja we zaten meer gewoon, in we deden alles bij NEC. Ja. En moet je ook nooit naar Os? Nee, eigenlijk niet. We hebben toen heel af en toe een wedstrijd uh, in het stadion van Os gehad. Mm. Sorry? Dat was toch? Ja, ja, ja. dus uh, daarop uh, uh, maandagavond uh, wel eens gespeeld met jong, maar verder eigenlijk niet. Kwamen er dan grote talenten over van Os naar jullie? De nee, elftal? Nee, ja, nee. Vincent die heeft het toen wel vroeger gespeeld, maar dat was nog voor die samenwerking. Dus voor jouw gevoel hielp het eigenlijk helemaal niet. Nee, eerlijk zeg niet. Je uh, komt dan op een gegeven moment uh, bij Oranje. Nee. Vanaf welke leeftijd ben je begonnen bij Oranje? Um, ja, eerst was het nog echt de KNVB. Daar had je van die districten, zeg maar. Dus had je Noord, uh, Oost, Zuid, West, 1, West 2 en Zuid 1, en Zuid 2. Dus daar zat ik al telkens bij. Daar zat was... Er, was er ook al verschil tussen Zuid 1 of West? Of, ja, in jouw geval was het denk ik Oost. Uh, ja, Oost. Oost, oost 1, 1 en Oost 2? Nee, dat niet. Ze hadden, noord hadden ze eentje, Oost hadden ze. Uh, en dan Zuid 1, Zuid 2 en West 1, West 2. Mm. Uh, en dat was dan ja, de, de KNVB, zeg maar. Mm -hmm. uh, en vanuit daar speelden je toernooien tegen elkaar. Ja, en dan en hoe vaak was dat dan? Uh, ja, eens in de zoveel tijd, maar het was dan meer zeg maar, een voortraject voor het echte Nel zelf al. Want toen je bij onder 15 uh, zat, toen begon echt oranje, zeg maar. Dus ja, toen werd ik ook gelijk geselecteerd. Uh, ja, daarvoor zou het ik denk 13 en 14 jaar leeftijd, zeg maar, dat je dan twee jaar een soort voorbereiding, een voortraject had. Mm -hmm. had Merk je ook al dat je een van de betere bent in District Oost. En dat, je, dat het uiteindelijk logisch is dat je doorschuift naar onder 15? Ja, ik heb het nooit echt uh, zo gezien dat ik echt beter was als de rest, zeg maar. Ik had meer zo van plezier als Ja, plezier. Ik en uh, ik zie wel waar ik, waar ik kom uh, en wat er komt. Uh, ik was nooit echt heel bewust van, oh, ik ben beter als die of beter als die. En ik ga daarheen, zeg maar. Dus het was altijd wel een verrassing, of met name op het begin, dat ik geselecteerd werd van zelf elftal Maar als je dan een relatief korte periode met elkaar bent, ja, dan word je toch ook geen team eigenlijk. Hoe, hoe zorg je er ja, dan, nee. dan voor dat je wel een team wordt? Ja, dat, dat is wel echt super lastig. En dat is denk ik ook belangrijk voor een trainer. Kijk, um, elke speler speelt bij elke club een ander systeem of een andere uh, formatie. Mm -hmm. ja, dus Precies. het is echt super belangrijk om daar één uh, team van te maken. Ja. Uh, en van wedstrijd naar wedstrijd te kijken. Had jij daar last van als rechtsback? Uh, nou, het was, bij mij werd er uh, uh, wel wat anders gevraagd. Omdat ik op dat moment bij NEC Centraal speelde. En wanneer heel zelf de rechtsback. Dus ik moest best wel schakelen. Um, van ja, oké, okay, nu wordt dit weer gevraagd en dat weer gevraagd. Alleen, Wat was het grootste verschil? Uh, ja, meer gewoon echt de positie. Dus bij centrale verdediging heb je hele andere taken als rechtsback. Uh, en bij NL zelf kwam het eigenlijk op een gegeven moment op neer dat ik de verantwoordelijkheid moest nemen, zeg maar. Uh, en dat was bij NEC eigenlijk ook altijd wel, dus dat was ik wel gewend. Maar het was echt het positioneren en het opkomen. En als centrale verdediger hoef je niet zoveel te sprinten als, als een rechtsback. Nog nee, dus bekende trainers ook? Uh, ben je zelf ja. dan? Uh, ja, Kees Verwonder hebben we toen gehad. Okay. Okay. Um, ja, Albert dan. Um, Kees, als ik er eentje vergeet, dan zegt hij. <laughs> <Gaat -ie laughs> ja, ja dan wat, de, qua bekende naam was dat het wel denk ja. Hoe is het eigenlijk om als, op zo'n jonge leeftijd dan scout te, op zo'n hoog niveau te voetballen? En ja, je vrienden die gaan eigenlijk gewoon echt hun gangetje, die gaan een, zoeken een bijbaan. En, en jij ja, voetbalt eigenlijk, mis je? Ja. Heb je dan het gevoel dat je iets mist of iets hebt gemist? Um, ja, dat is wel een goede vraag, want het, best wel wat mensen vragen dat, zeg maar, van. Bijvoorbeeld, als je later kinderen krijgt en die krijgt dezelfde kansen, zou je dat dan uh, uh, toelaten of zo? Zeg maar, of zou je dat aanmoedigen? Uh, ik denk niet dat ik wat gemist heb. Uh, omdat ik niet weet wat ik gemist heb, zeg maar. Ja, uh, alleen het is wel zo met kinderfeestjes, was ik nooit, moest ik trainen. Uh, bij verjaardag op een gegeven moment bij, uh, was het vijf en zo, zeg maar. Oh, ja, ik was er vaak dan wel in, dan moest ik of eerder werken of ik mocht niet drinken, uh, uh, uiteindelijk. Kijk, ben je wel, uh... Heb je daar last van gehad? Net zoals bij kinderfeestjes, ik snap op die jonge leeftijd. Ja, ja ik, had niet, ik had er niet echt bewust last van gehad, want het was op een gegeven moment, ja, het was eigenlijk ook een soort van wel stoer dat jij mocht gaan trainen, zeg maar. Maar dat vonden uh, de meeste kinderen dan weer Ja, gaaf. want die vonden het juist leuk. Van, oh, hij mag... Je ja, had liever uh, getraind dan... Uh, ja, ja, dat is echt. Ja, dat is echt. Ik had misschien liever bij de kinderfeestjes. Ja, geweest... Ja, precies. Dus hij had liever getraind. Dus. Op ja. een gegeven moment... Um, je komt steeds verder bij NEC. Um, je wordt steeds doorgeschoven... Um, weet je ook aanvoedig bij NEC? Want op een gegeven moment ben je bij Oranje aanvoerder geworden. Ja. Is dat ook een tijdje bij NEC geweest? Of? Ja, ik ben eigenlijk uh, in mijn eigen team zeg maar wel altijd aanvoerder geweest. Alleen vaak was het dan dat ik na een aantal weken of een half van uh, half week het jaar dan doorgeschoven werd. En In een team hoger was ik geen aanvoerder. Maar zoals bij Jong NEC ook eigenlijk altijd wel. Ja. Waarom maakte de trainer jou aanvoeder dan? Uh, ja, goede vraag. Meestal zeiden ze en dat zei Stuifmech ook. Uh, die zei ook van, ja, je hebt gewoon een voorbeeld voor de rest van de groep, zeg maar. Dus jij staat uh, als eerste op het veld, dus moet je zorgen dat alle ballen meekomen. Uh, als iemand niet luistert, dan pak je hem aan, zeg maar, op een normale manier. En, en voor mij was dat vrij normaal allemaal. Alleen, ja, met name toen mijn neer zelf daar zat met heel veel spelers die, uh, zeg maar, uit het westen kwamen. Uh, ja, Rotterdam, Den de hele ja, de de Randstad. Ja, ja echt. echt ook, ja, natuurlijk. Ja, en die hadden echt wel een heel andere cultuur als wat ik had. Wat ik deed was voor mij normaal, maar voor hun blijkbaar niet, zeg maar. Dus af en toe moest ik dan ook even zeggen... Oké, okay, uh, waarom ben je uh, twee minuten te zo? Heel kinderachtig, maar... En dat deed jij wel, dus? Ja, dat deed ik wel toen. En je lette dan ook maar... zo op je voeding? Uh, ja, ook wel. Uh, kijk, ik was niet... Ik ben goede vrienden met, uh, met twee die we... Uh, met Rens en met Joshua, die ook bij NC speelden. Of spelen. Uh, eentje en de andere Noorwegen. Zij waren echt van de voeding en echt van... Uh, uh, gym en zo, zeg maar... En, ik heb het eigenlijk nooit zo extreem gehad. Ik was er Rens van Heijden, Ja, Rens van En dan Heiden. Joshua, die is die Joshua die keeper? Joshua Smit. Ja, ja, klopt, ja. ja. Nou, Noorwegen. Zij waren er echt dag en nacht mee bezig en als we dan ook smiddags gingen lunchen na het trainen, dan namen zij zeg maar het liefste spaarrood uh, spa rood of spa blauw of weet ik het wat. En ik had ja, ook wel zin in een cola, uitje bij Dat heen. mocht wel? Ja, het mocht wel. Ja? Zeker wel, ja. De dag ja. voor de wedstrijd is het wel anders. Kijk, cola mag altijd wel, wat, alleen… Wat staat er dan in de kantine? Of ja, kantine. Ja, spelen zomaar. Eigenlijk... Ja, ja. Uh, ja, dag voor de wedstrijd. We hadden altijd uh, uh, sportmaaltijd, dag voor de wedstrijd. spaghetti dus Pastas, ja. ja Pasta koolhydraten binnenkrijgen. Ja, maar... ja, dat begon al een dag voor de wedstrijd. En uh, uh, ja, gewoon water en ranje en zo dat allemaal. Was het niet... ook, al, ook al in de jeugd? Ik bedoel, stond jouw moeder dan altijd uh, op vrijdagavond echt koolhydratrijke maaltijden te koken? Of ja, de... Viel dat allemaal wel mee hoe dat thuis ja, dat in viel, het huis dit ja, veld werd gegeten? Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, want wij, ja, Wat ik ook al net aangaf, van wij waren best wel nuchter allemaal. Best wel een beetje boerisch van ja, we zien het wel morgen wedstrijd. Zeg maar. Dus we eten gewoon wat, uh, wat de pot gaf, zeg maar. En vaak was het op vrijdag wel iets van koledraad of uh, uh, gebakken aardappelen. Vaak nog zeg maar. Uh, dus ja, het werd niet specifiek uh, dat zij iets aten en dat ik dan iets anders kreeg of zo. Oh, maar, dat niet? Nee, dat gebeurt wel bij veel sporters. Alleen ik denk dat je dan meer moet gaan kijken naar, naar turnen en zwemmen en zo, waar dat echt gebeurt. Krijg je een schema mee of niet? Uh, ja, in de zomer en zo wel, dus uh, uh, wat je kon eten en er waren ook wel diëtisten die de advies gaven, dus uh, ja, je wist er wel uiteindelijk wel veel van. Was je ook altijd wel gedisciplineerd genoeg om je daad aan te houden of had je ja. op een gegeven moment ook wel zo'n dag dat dacht, hé, hey, het is goed, ik ga lekker barbecue ik <laughs> ga ja. even en binnen. <laughs> ja, je het hier. <laughs> <laughs> ja, die dagen ook al gehad, ja. Kijk, en dan is dat niet zo extreem van ik ga dit of dat doen, maar... Op een gegeven moment heb je diëtist en die zegt dan dit moet je ontbijten met dit en dit. Alleen soms ja, heb ik ook wel zin om iets anders te ontbijten. En ja, dat deed ik dan wel, zeg maar. En zeiden je ouders er dan wat van als je dan nee, iets ongezond had? Nee. Okay. Nee, ja, mijn vader was altijd wel van... Uh, ja, dat is eigenlijk hoe het overal wel in elkaar zit. Moeders zijn heel beschermend. Mm -hmm. mijn moeder had zoiets van, ja, doe gewoon lekker waar je zelf zin in yeah. hebt. En uh, als ik dit maak, dan eet je dat. En als je dat maakt, uh, eet je dat. En mijn vader had wel af en toe, niet qua voeding of zo, maar die was wel iets meer van... Dreven of zo. Van ja, je hebt nu die kans, die moet je wel gaan pakken. Of die kan je gaan pakken. Oh, ja, precies. Van jij bent een van de duizenden die wel die kans heeft gekregen. Ja, ja. Of een van die hè, honderden bij DVOL die wel die kans ja, krijgt. Klopt. Zorg dan ook dat je er iets, iets van maakt. Zeg ja, maar. klopt. ja. Dus de, ja, dat was het bij hem wel wat meer. Uh, bij mijn moeder totaal niet. Maar ik denk dat het wel best normaal is dat de moeder heel beschermend is en de vader wat. Uh, ja. Ja. Maar de feestjes in bijvoorbeeld in Lent een Boerendorp, veel boerenfeestjes dan. Ja. Ja, vond je dat dan al niet vervelend om, om die te missen en of het bier leren drinken? En... Ja, ik, ja, het is niet dat ik nu echt dat zeg maar, gemist heb of zo. Ik weet niet. Het is het Misschien meer van als ik dat wel had gehad, dat ik had gezegd van oh, ik wil echt niet uh, zoals Daan zijn. Want dan moest ik telkens weg. En nu heb ik zoiets van ja, wat ik toen gemist heb. Ik heb nu de luxe dat ik er nu in kan halen, zeg maar. Doe je dat ook goed? Ja, ja, ja maar dat gaat goed. Ja. Ja? Ja, zeker. Ondanks corona. Ja, dat gaat, wel, dat gaat prima. Uh, je komt steeds verder bij NEC dan. Um, vanaf wanneer merk je van, ik zit misschien wel eens tegen de buurt aan? Um, dat was eigenlijk toen, ja, toen ik 16 was, 17 was, toen uh, uh, hadden we dan succes met en zelf al. Mm -hmm. En vanaf dat moment dat ik terugkwam, had ik wel zoiets van, oké, okay, nu heb ik een soort. nieuwe mijn kans gaan ja, pakken. Ja, nu heb ik een soort bij NEC ja? uh, was op een gegeven moment Alex Pastoor heb ik gehad en daarna werd het Ruud Brood. Oh, ja, 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 Dus een uh, uh, Anto Jans heb ik tussendoor nog een keer gehad en daar heb ik de debuut bij gemaakt uiteindelijk. Um, alleen bij Alex Pastoor ja toen ik terugkwam van heel zelf Toen doen, vond ik van mezelf dat ik een soort nou niet status had maar ja heb wel ben wel Europees kampioen kan geworden. Als TK wint dan mag je ja, wel uh, klein status hebben. Yeah. Ja. Uh, nee toen dacht ik van nou dan gaat uh, gaat het gebeuren zeg maar en ja toen ging het ook bijna gebeuren alleen. Uh, Net niet, zeg maar. 2012 hè, Utrecht. Ja, ja. ja pijnlijk. Ja, die Kuipers, als hij luistert. Nee. <laughs> ja. Bedankt, hè. ja, hij vloogt af, terwijl jij eigenlijk al langs de zijlijn staat. Ja, of klopt niet. Ik weet, ja, Dat weet ik dan nog wel echt uh, als de dag van gisteren, zeg maar. Uh, ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom dat met het is bijgebleven, natuurlijk. Maar dat is best wel specifiek dat ik nog weten: 90 minuten, minuut, uh, de rieper, of stoof, 92 minuten. Nee, 91 minuten, riep per van ja, ik kom erin. Uh, ik was blij en niet. Moet je dan eens warmlopen? Nee, nee, ik, warm. ik had daarvoor warmgelopen. wat bij hem sowieso deden. Is dat we allemaal een kwartier warm liepen. Of vijf minuten en dan maar zitten. Vijf minuten zitten. Zeg maar mm. om warm oh, dat te blijven. dat was gewoon echt om warm te blijven. Ja. Dus, dus ik weet was, nog. Dus als, als hij riep: van uh, Daan, ga warmlopen. Dan had dat voor jou nog niet meteen het teken van ik ga me de beat maken. Maar er was eigenlijk meer gewoon routine. Iedereen ja, moet juist, en, uh, iedereen, uh, met een Ja, juist. Iedereen met groepjes van drie en onder vijf minuten. En toen weet ik nog dat hij zei: Je komt erin. En uh, ja, dat was super blij. Ja, ik weet niet. Het was wel echt. Ik was toen wel wat zenuwachtig, zeg maar, terwijl het maar om drie minuten ging. Uh, Wie zou ja. je directe tegenstander worden? Toen? Ik, weet niet, ik, ik weet in ieder geval dat ik een soort van rechtshalf te inkwam. Het zeg maar. ja? was helemaal niet nodig uh, dat ik gewist zou worden. Alleen hij gunde mij het debuut gewoon. Zeg maar. mm -hmm. En uh, ja, ik weet nog dat ik soort rechts voor de verdediging of rechtshangend erin zou komen. Ik kon je uh, jou niet schelen, je wilde spelen. Ja, mij <laughs> maakt eigenlijk niet uit dat moest ik gaan keepen. <laughs> ja, en toen weet ik nog de eerste bal die we die uitging, was corner tegen. Even uh, wachten nog. Ja, juist. Uh, dan, ja. Precies, precies die woorden. Hele verwachten nog, want niet bij een corner. Kan je niet meer volgens mij. Hè? Nee, ja, daar sta je daar en ik weet dat mijn ouders er zaten en heel veel uit het dorp zaten. Oh. Uh, <laughs> en, <laughs> ja, ja, en ik was best wel jonger jongen van de club zeg, maar dus ik weet dat iedereen er zat van oké, okay, het gaat gebeuren. Hoe oud was je toen als uh, Ik denk dat ik toen. Even kijken. Je was een ja, jaar, jaar later, 17 uh, nog. Ja, zoiets ja. denk ik. Ja, 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 ja dat ja. is vrij jong nog zeker. En dat, ja. dan sta je daar en dan. Ik was 18 trouwens, ja. Oh. En toen uh, uh, dacht ik van, ja, dat gaat het gebeuren. En toen de tweede bal die uitging, was de ingooi. <laughs> en toen keek ik wel heel tot de klok. Zo van, ja, het zal het niet, zal het niet. Uh, en toen was het nog 20 seconden of zo. En toen zei Bjorn Kuipers, we gaan niet meer wisselen. Hoe niet je het al wisselen. vertelt, voel je me al aankomen. Ja, <laughs> ja, dus toen is wel, uh, dat was het wel even pijnlijk, zeg maar. En, hij fluit af, ja, en dan fluit hij af of hij laat weten van, we gaan niet meer wisselen. Ja. Ja, waar gaat het dan door je heen? Ja, dit, op dat moment besefte, besefte ik het me wel, zeg maar. Alleen nu dan... Uh, negen jaar later ofzo, dan besef je het nog meer zeg maar, dan op dat moment, dan ga ja, weet je wat, volgende week weer uh, een, kans, een kans Dan wist je er niet wat er ging komen natuurlijk toen wist ik zeker er niet wat er ging komen, nee, dus ik vond het zelf op zich wel, wel super jammer, op zich prima ja. ik dacht nou weet je, als hij me nu, nu wilde gunnen de week erop, uh, kan hij me ook wel gunnen zeg ja. maar Um, dus toen was er eigenlijk niet heel veel aan de hand, ondanks dat mijn ouders en alles. Uh, ja, hoe reageerden ze je eigenlijk? Je je ja. Wat vonden, uh, wat ja, vonden gewoon die gewoon ervan? Heel zuur, gewoon geen woorden voor zeg maar. Dus ben je nog aan op... Björn Kuipers gelopen? Nee. Toen was, <laughs> nee, 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 dat durfde ik niet. <laughs> nee, Dat snap ik inderdaad, maar het is inderdaad wel heel actueel. Ja. Sta je daar? Ja, ja, ja. achternaam op het shirt? Ja, ja dat is wel vet. Als, daar heb je het al die jaren voor gedaan uiteindelijk. Heb je het shirtje nog of niet? Ja, zeker. Welke rugnummer stond erop? Goede vraag. 30 <laughs> ja. of 21? Arena's van de rugnummers. Uh, de rugnummers. <laughs> ja. We gaan één stapje terug naar ja. EK 2011. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder wat daar is gebeurd. Ja. Neem ja. ons mee. Dag één. E. Ja. Je wordt geselecteerd. Ja, uh, ja ik weet dat. Jij daarvoor... was een Servië gelukkig. Ja, hè? klopt. Klopt, uh, en daarvoor hadden we nog uh, twee, uh, hoe noem je het, je hebt elite rondes volgens mij, je hebt eerst een oh. pool zeg maar, dat is een super simpel, ja, niet stoer bedoeld, met tegen San Marino en zo, <laughs> zeg maar, zo word je altijd eerst ook als spelen met één been, uh, en dan ga je naar de elite groep zeg maar, en dat was, dat was in Nederland toen, toen speelde het nog tegen uh, Portugal. Uh, ja, nog twee andere landen. En kan het zijn we... dat een foto van jou met Bruma, van, die uiteindelijk bij PSV heeft gevoetbald? of Dat zou zomaar kunnen, een beetje beter dan ik. Oh, ik heb <laughs> ja. een foto van jou, <laughs> was, 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 was op, die leek heel veel op Bruma. Toen heb ja. ik naar leeftijd gaan kijken en die kwam, ja, 27, 26. Ja, ja het zou dus zeker. Zo hij zou dat kunnen zijn inderdaad. Ja, dat zou zeker... Ik, ik ben ook niet zo iemand van... Sommige vragen wel eens van, ja, tegen wie heb je dan gevoel of zo? Ja, dat weet ik, Bij Duitsland weet ik echt niet meer, zeg maar. Oh, ja. Nee, nee, nee ja, ik weet alleen aanvoeden, omdat ik daar... Uh, uh, dat tof dan zo mee moeten doen. Maar die elite-ronde was dus in Nederland. En ja. de eerste wedstrijd die wonnen we. De tweede wedstrijd die stonden we voor. Uh, volgens mij Die speelden we uiteindelijk best wel zuur gelijk. Tegen Portugal? Uh, durf ik niet meer te zeggen. Okay. Toen moesten we de laatste wedstrijd winnen. Mm -hmm. uh, en die wonnen we. Was en je al aanvoerder toen eigenlijk? Ja, volgens oh, mij wel. Okay. Ja. En maar daar uh, veel druk bij kijken die laatste wedstrijd. Ja, eigenlijk Het was toen in Nederland. En je hebt, ja maar kan bijna zeggen maar ja bijna liever dat het uh, in Italië is bij wijze van spreken zodat dan niet iedereen komt kijken en iedereen ja. zich mee bemoeit en zo kwamen, kwamen er veel mensen kijken ja kwamen yeah. heel veel mensen kijken ja en tenminste vanuit mijn omgeving zeg maar het is niet dat het stadion vol zat het was bij Feyenoord zeg maar of wat uh, ja. dus uh, uh, ja dus daar stonden wel mensen zeg maar om de ja, om het veld heen, maar het is niet dat er een stadion vol zat. Dus die wonnen we uiteindelijk. Ja, feestje, leuk door. Ja, feestje was het niet echt. Toen gingen we naar het EK en ja, toen was het echt uh, telkens van we gaan wedstrijd voor wedstrijd spelen. Um, Met wel als verwachting, wij gaan het EK winnen? Ja, niet echt. Want je hebt dan niet echt verwachting of zo, zeg maar. We hadden wel echt een talentvolle groep. Alleen op dat moment spelen ook niet heel veel mensen in het eerste, zeg maar. Volgens mij had Memphis wel gedebuteerd in het ja. eerste. En misschien ja. nog twee of drie. Uh, spelers, maar verder, ja, je kon niet echt vergelijken met andere landen, want je wist dan nog niet heel goed wie die anderen waren. Um, ja, toen hebben we wedstrijd voor wedstrijd gespeeld en ja, toen gingen we door in de poorten, wonnen ook van Duitsland. Mm. Ja, en toen ging het wel steeds beter en beter zeg maar. En, ja, ik weet niet op een gegeven moment hadden we wel het gevoel van, oké, okay, we zijn onverslaanbaar zeg ja, maar. Ja, dat gevoel krijg je dan. Hè? Ja, dat is maar ook een, kan ik wel met zo'n team natuurlijk. Ja, ik bedoel, dat is, ja dat achteraf kende foto van je. Ja, ja, achteraf is daar natuurlijk. Dan, als je dan kijkt, dan is het een heel bekend oh, ja, elftal. Maar dat toen ja, waren het natuurlijk ook nog maar jongens ja, van 15. Ja, ja, ja maar ja. eigenlijk kun je iedereen opnoemen. En dan ja, zijn bekende woorden van wie is die, ja. die jongen met die hele ja, ja. Inderdaad, ja, uh, dat klopt, ja. Misschien ja. dat Boy de Jong ook nog voor de song... Net wat moeilijker ja. is, maar daarna dan komen echt wel jongens ja. Ja, dat die klopt. iedereen eigenlijk kent. Ja. Ja, en zeker. Uh, de aanvoerder. Uh, ja, dat was ik. Dan was jij. Ja, dat is ook wel <laughs> maar, mooi, toch? Uit, ja, nee, niemand kent die aanvoerder, maar is, ja, je bent wel de aanvoerder. Ja, dat is wel. Ja, ik vind het nog steeds super vet. met name juist dan als het dan bijvoorbeeld tien jaar geleden is, of als uh, Memphis of zo jarig is, en dan komt er een voetbalzone van ja. uh, dit is het elftal, uh, wie ken je of wie ken je niet? En dan staat er altijd onder. Wie is er dan? Wie is die twee? Wie is die, kent hij uh, kent hem wel? Ja, wat zeg je? Kent Memphis jou dan wel? Oh ja, dat denk ik wel. Maar ik bedoel, meer van dat komt, als hij dan jaar is, komt er dan een elftalfoto. foto van. En dan vragen mensen van wie is dat? Wie is dat zo in het algemeen? Maar uh, ja, ik verwacht wel dat hij, dat hij me nog kent van uh, gezicht misschien. Maar uh, nou ja, dat is achteraf wel grappig. En ben je er super trots op. Uh, alleen op EK. Ja, het klinkt best wel raar, maar zo'n EK, het is niet dat het echt super leuk is of zo. En heel veel mensen. Het uh, gaat alleen maar over trainen, voetballen. En ja, daar is het. Je bent, zeg maar. Kijk, uh, nu is iedereen een soort van corona. Uh, uh, Iedereen heeft een beetje kennis gemaakt met corona, zeg maar. Mm -hmm. uh, als je op trainerskamp bent... of als je met een deel zelf de weg bent... je hebt gewoon een soort van twee, drie, vier weken... een soort van corona, zeg maar. Want het enige wat je mag doen is ochtends opstaan ah, in een kijk. hotel. Ga je met z'n allen naar de ontbijtkamer, uh, uh, zeg maar, zaal, ontbijtzaal. Ga je eten, ga je weer naar de hotelkamer. Ga je voerschoenen pakken, ga je trainen, ga je terug. Ga je weer lunchen. Mm -hmm. S'middags ga je of nog een keer trainen of moet je verplicht rusten. Dat ook nog heel vaak. Dat je dan bijvoorbeeld van één tot zes verplicht bij je eigen op de kamer moest... En dan Playstation mee? Ja, de bedoeling was slapen, maar ja. op gaat uur om één uur middags slapen? Ja, of tenminste op je bed liggen, zeg maar. Dus echt rusten, dat je gewoon fit was, zeg maar. En dan s'avonds ging je eten en daarna hadden we s'avonds meestal besprekingen. Ja, luister al die pubers niet naar, denk ik. Nee, ja, dan ga je s'avonds bespreken en dan heb je gegeten en dan kak je een beetje in en dan heb je een bespreking. Dat vond ik altijd wel interessant. Alleen, dat was volgens mij de enige die dat interessant vond. De rest interesseerde niet. <laughs> ja, want hoe is het? Want ey, jij komt natuurlijk uit, uit, uit Nijmegen, uit Lent. Ja. Maar heel veel jongens komen natuurlijk uit de Randstad. Dat een hele andere soort jongens. Jongens ja. van de straat. Ja. Hoe merk je daarin ook echt heel veel verschil tussen jullie? Of, ja. ja, eigenlijk wel. En met name als je nu achteraf terugkijkt, uh, terugkijkt zeg maar. dat iedereen had echt gewoon, of de meesten hadden echt gewoon scheid aan wat iedereen ja. zei, zeg maar. Van, nou, ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik, ik stond altijd tegen Memphis op de training. En dat is niet ja. om een anekdote of zo te hebben. Alleen, hij had de hekel om tegen mij te staan. Ja. Uh, want hij dacht, oh, lekker trainen, een beetje voetballen. Een balletje aannemen en dribbelen en zo. Maar jij dacht ik klap niet op. Uh, <laughs> ja. en, uh, jij moest het uh, helemaal het... doorzetten. Ja, juist, me, ik moest ja. het ook wel. Want anders werd ik helemaal overlopen. Ja. Zeg maar. Dus ik moest hem de eerste twee ballen, moest ik hem ook een soort van klein tikje geven. Want ik weet, weet ja, als ik dat niet doe, dan word ik de hele training zoek gespeeld. Ja. En dan ga ik met een soort van onzeker gevoel naar mijn hotelkamer. En dan ga ik niet lekker de wedstrijd inzetten. We en sliep je op een kamer eigenlijk? Of? Uh, vaak met Menno Koch. Oh, ja, precies. En uh, een ja. keer met uh, Karim. Uh, Kiek, en ik weet nog dat hij 100 push-ups per uh, avond deed, voordat hij geen slaap heeft. <laughs> ik weet niet waarom. Maar ging nog, dat vergeet ik nooit Jij meer. Jij stond in de douche. <laughs> ja, nou, ik lag altijd te slapen. Maar ja, ja, ik noem je, op je op, niet dat je meedeed. Uh. Nee, 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 nee. Goed bezig is <laughs> Slaap lekker. Kijk, maar die finale die speel je volgens mij ook tegen Duitsland? Ja, klopt. Daar kom je twee keer op achterstand. Maar je wint hem alsnog met 5-2. 5-2, ja, klopt. Nou, maar dat hadden we daarvoor dus in de pool ook tegen Duitsland gespeeld. En toen ging op een gegeven moment een beetje dat verhaal toen we in de finale kwamen van. Ja, er is volgens mij nog nooit voorgekomen dat als je een pool van iemand wint. en die in de finale krijgt, dat je dan weer wint. Ja, zoiets was het volgens mij. Ja, en zij hadden ook echt goede spelers. Emre Can of Emre Toy. Die was daar aanvoerder. Ze hadden echt een aardig elftal staan. Ik weet niet, op een gegeven moment dan moet je ook gewoon een beetje. Geluk niet, maar dan valt alles zeg maar op de plek of zo. En uiteindelijk winnen we hem gewoon. Achteraf wel wat makkelijk, alleen als je in de finale met 1-0 komt, 2 8 komt, dan denk je zo, oh, daar gaan we. Ja. En dan worden het 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, ja, het is echt bizar. Je ja. hebt ook nog tegen Sterling gespeeld. Ja, klopt ja. Hoe is dat? Die is nu topscorer bij Engeland op het EK. Ja, ja, op dat moment besef je het niet echt, zeg maar. Ik ben sowieso niet, uh, uh, ja, zoals je misschien wel merkt, het is niet dat ik echt precies weet hoe ik heb tegen die, die, die en die gespeeld. Zet er zijn toch wel wat namen en soms kom ik ergens en zeg oh, je hebt ook tegen die gespeeld. Ik zeg, ja, dat weet ik niet wel, want daar heb ik opgezocht. Oh, ja, oké, okay, prima. Was hij toen al zo bloedsnel? Ja, 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 ja? was wel snel, ja. de tegenstander vond... ook, volgens mij. Uh, ja, ik denk ja. het wel, ja. Uh, ja, tenminste, toen was het zo dat er rechts en links buiten nog wel switchen, zeg maar. Ja. Maar het was wel echt een, uh, ja, een directe tegenstander. Want wat was eigenlijk jouw kwaliteit? Ik heb ik hoor doorzettingsvermogen, maar was het ja, ook dat was, je... Had... was het ook. Je had echt doorzettingsvermogen, nee. en, maar ja, een tackle je, of... Ja, je was natuurlijk... Wel redelijk gebouwd. Dus ja, op zich doekal. wel. Qua duels, één op één, zeg maar, kwamen ze gewoon bijna niet langs. Uh, en bij ons was de balans gewoon heel goed. Ik speelde dan met uh, Kongolo, Rikiek en Willems. Uh, <laughs> dat is wel een, een achterhoede, ja, waar je ja, ja. achterhoede, ja. Uh, en daarvoor hadden we nog uh, met Ebicilio. Die is helaas uh, ook niet uh, zo heel gekomen omdat hij uh, ja, blessures of een soort van ja, ziekteachtig zeg maar, uh, met zijn spieren heeft gehad. Dus echt, dat is echt super jammer. Die. Ja, die was echt de beste. Die werd toen ook speler van, van het EK. Hij ja, was een ja. groot talent. Ja, ja zeker. En ja, er stonden uh, veel Nederlanders in het uh, elftal van het van EK. Hoor. Ja, dat, is, ja. Ik ja, dat bedoel ik ook. Ja. ja, dat weet ik. Niet. <laughs> dat bedoel ik, ja. Daar ja, is een magazine van namelijk. Ook okay, toernooi. daar ja. Ja. Oh, nou, sta je nee. ook op. Oh, is <laughs> kan ik ook <hem> kopen. <laughs> nee. nee, dus uh, maar, maar, uh, mijn kwaliteit was in ieder geval het balans, zeg maar, in het elftal. Want, uh, Willems was alleen maar aanvallend. Dus het mm. enige wat ik hoef te doen is twee of drie keer per helft. Uh, uh, er overheen te klappen en de rest alleen maar controleren, verdedigen, restverdediging neerzetten. Uh, want ja, Memphis die speelde voor mij, of uh, Boetius zeg maar, ja, met alle respect, maar daar kan ik niet echt snel overheen gaan. nee, dus nee dus Het precies, is niet dat we nee. naar binnen dribbelen en dat ik zeg, van, ah, wacht maar even, kom eraan. Mm -hmm. uh, was dan gaat toen het toen al ook als je Elfens wel zo'n het is ja, redelijk ja. Ook, ook stevig gebouwde jongen. Ja, maar Goed, maar, maar gebouwde dat jongen. was echt puur spier bij hem zeg maar. Bij mij was het niet echt puur spier, maar bij hem was het echt gewoon, volgens mij zat hij toen al dag en nacht uh, in het krachthonk en uh, ja, ja, zijn moeder echt, noemde hem laatst een klein bodybuildertje. Ja, ja klein niet, maar ja. ja nee, nou ja. niet meer inderdaad. Nee. Maar toen, uh, hij was vroeger al blijkbaar een klein bodybuildertje. Misschien ja. had hij in die tijd, dat hij net een beetje begon te groeien, ja. maar dat de spieren ja. in ieder geval nog wel al... Uh... Ja, ja dat, is echt, uh, dat is echt wel bizar hoe hij er toen al voor leefde, zeg maar. Je, hoe, je wint dan het EK. Oh, ja, en hoe vier je dat als 16-jarige? Ja, 16 als 16 jaar aanvoerder, dan mag je die beker omhoog houden. Ja. Ja, hoe voelt dat? Ja, echt super supervet. Het mooie was nog, uh, uh, mijn vader was met mijn moeder in de, in de poolfase, en op een gegeven moment uh, kwamen we in die finale en hij had altijd geroepen: als je in die finale kon, dan kom ik kijken. Maar ja, in Servië, daar rij je niet zomaar even naartoe. Nee, we zijn niet echt een voetballer, Niet mega voetballerland. Nee, 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 zeker niet. En toen uh, de finale dag, toen uh, kreeg ik een een appje van van FaceTime. En, of, of, of ja, feest. Het was in ieder geval videobellen. Misschien was het, ja, ik was zeggen, misschien was het wel Skype gewoon. Uh, toen dacht ik van, ja, oké, okay, prima. Maar ja, dat doen we nooit. Zeg maar alleen met thuisgrond, uh, s'avonds of zo. Mm. En toen waren we aan het Skype en toen stond hij met de vader van Nick de Bond stond hij, stond hij te FaceTime ik zei ja leuk en toen liet hij zien dat hij in het Servië was oh zeg maar. ja, echt ja. ja dus die was toen ja dat leuk. was een kipvel die was er toen heen gevlogen en ik weet nog toen die beker van uh, achter oké okay, mag niet zijn. achteraf bleek platte niet te zijn maar dat is goed. dat moment niet echt heel goed uh, en toen ja toen kreeg die beker het liep naar voren en uh, toen die beker omhoog uh, deed keek hem recht aan zeg maar mijn vader dan mm -hmm. en uh, hij kijkt mij aan Toen deed hij is nog zo'n vuistje en ik zo. ook. Ja, dat is wel echt. Ja, is een straai bijna in je ogen, denk ik. Ja, dat is echt super vet. En dan denk ik van ja, hier heb je wel, wel altijd tijd voor gedaan, zeg maar. Is dan ook een feest, zeg maar, nog in Servië in het hotel? Of nee, ja, of eigenlijk is het niet. Gewoon, hé, hey, we zijn een Europees kampioen, we vliegen morgen weer terug naar ja, Nederland. Ja, Eigenlijk en, uh, wel. We mochten eigenlijk ook uh, niks doen. Uh, en dus ook nog naar buiten komen, wat we al gedaan hebben. Maar we zijn toen uh, s'avonds we nog wel een uh, ja, soort van stiekem de stad ingegaan. Ja, mocht niet. Terecht, toch? Ja, ja, ja mocht ja. niet. Dus. Uh, uh, Waarom mocht dat dan niet? Want ja, ja, ik denk prestatie. Dat ik, ja, maar ik denk dat het ook een stukje veiligheid was. Ze okay. uh, dus hebben okay. natuurlijk niet het meest veilige land. Nee, nee mij, ja, als helemaal als je, niet. Als je allemaal in dezelfde kleren loopt. Uh, want ja, Niemand had zijn eigen kleding bij Dus dan liepen je daar maar in. Je, echt, je had echt je koffer ja, zat, alleen je trainingpakje. Ja, je hotelpak, zeg maar. Die krijg, je al, die krijg je daar al, zeg maar, in Nederland nog. En dan die doe je daar al aan, ook op het vliegveld en zo. Uh, ja, en uiteindelijk loop je daar in je te pak. En dan denk je, ah, leuk, leuk, leuk. En het mooiste was nog dat wij Duitsland daar ook tegenkwamen. Dus, uh, die waren ook, gewoon, uh, die waren uh, ook in de stad. <laughs> ja. dus uh, Wordt was echt er dan spasies. ook gedronken op zo'n avond? Of? Nee, niet zo heel veel eigenlijk. Wel wat, maar het is niet... Als we nu zouden gaan, dan zou het anders uitzien als toen. Zeg. Wat, wat. geen fles Gregus besteld. Nee, <laughs> nee ja, ik denk ook... Kijk, sommigen hadden natuurlijk wel contract bij Ajax of uh, bij PSV of toen uh, in Engeland een paar. Maar ik denk niet dat er... Daar werd ook niet zoveel verdiend dat je allemaal van die dure fles ging bestellen of op tafel of weet ik wat. Dat is allemaal... Uh, ja, daar waren we nog wel vrij jong voor, zeg maar. Hoe was het contract bij NEC op die leeftijd? Is dat dan gewoon al prima om van te leven? Of? Ja, toen woonde ik thuis, dus dat was echt, uh, echt dikke prima. Ja, wat je zelf straks ook zei, van sommigen moeten gewoon een bijbaantje gaan zoeken. Uh, ja, en voor mij was het bijbaantje, was gewoon werk en was gewoon voetbal, zeg maar. Um, maar heel veel mensen verwachten wel, als je ook al bij NEC bijvoorbeeld in de jeugd speelt, dat je echt veel geld verdient, maar... Ja, het is echt, uh, op het begin is het gewoon superleuk. Toen ik thuis woonde, ik kreeg volgens mij 1500 of zo in de maand. Zeg maar. ja, dat is best best. Maar, uh, ja, ja, dus ja, als je, als zeker je als thuis woont, dan. Yes, dan is het ja, inderdaad. Een auto ook van de club? Of, uh, op... uh, ja, uiteindelijk wel, zeg maar. Uh, bij NEC kreeg ik hem sowieso gratis. En bij de Bos moest ik ervoor gaan betalen. Uh, wel leaseauto's. Ja, dat was ook echt prima. En op een gegeven moment wordt dat wel iets meer. Maar het is niet dat wat mensen denken: dat je echt uh, de duizend euro's in de maand verdient of dus zo. Absoluut niet. En ook nu niet. Ook nu niet. Het nee. is dus nog steeds bij NEC... Uh, uh, dus ja, sommige spelers worden heel goed betaald. Ja, en ze dus ja. je promoveren zal het misschien niet opgekregen. Ja, maar. ik denk dat ik mag hopen dat de meeste jongens uh, een nieuwe salaris in het ja. bestaan, een Schöne en een pak hebben staan. Maar... En en een Baretto zullen denk ik wel, uh, Die zullen wel aardig meer verdienen. Ja. Denk ik. Ja. Dan in 2013 maak je alsnog je debuut. wacht, ja. okay, ja, je raakt ook nog geblesseerd. <laughs> dat dat klopt Daar wil nou, ja, ik het niet over hebben. Nee, ja, toen was het inderdaad zo, wat ik net zei. Ik dacht van, ik ga wel gewoon lekker volgende week maken, debuut maken of de week erop. Uh, alleen toen zat ik volgens mij nog wel twee keer op de bank, dacht ik. Alleen waren wat moeilijke wedstrijden en toen raakte ik geblesseerd. Uh, ja, toen was het eventjes... Waaraan? Dat was echt balen, volgens mij mijn enkel. Dat gooide ook, gooide ook roet in je eten, volgens ja, mij. Ja. Ja, ja, zeker wel, ja. ja. Dus dat is, dat is wel, echt, wel echt heel zuur. Ja, en toen uiteindelijk dat jaar uh, dan ook niet gespeeld. Nee. Um, ja, het jaar erop, echt letterlijk een jaar later. Het denk ik ook. Uh, nee, nee, dat was het jaar dat ik mijn debuut oh, maakte, oh, jee, da, ja, dat was jaar, nog inderdaad. tegen, tegen ja. Utrecht en het jaar ja, daarop deel. speelde ik uh, in december toen, uh, nou, dat is ook wel een bijzonder verhaal, toen hadden we best wel wat verdedigers, alleen die waren of allemaal gebaseerd of eentje was geschorst en uh, het was de eentje ziek op de wedstrijddag. En toen had uh, Anton Jansen, uh, die was toen trainer van ons, die had Rens van Eijdoog gebeld van uh, hey Rens, uh, uh, volgens mij was het Pavel Smos die gebaseerd was, um, of die ziek was, sorry, die dag, uh, van ja, die kan niet meedoen, uh, ja, zou je met Daan centraal willen spelen of kunnen spelen? En toen had Rens iets gezegd: ja, het kan op zich wel. Maar ja, Groningen uit, Michael Leeuwsten toen in ze. Uh, mm. Ik zou het niet per se aanraden, zei Rens. Terwijl Rens en ik waren echt goede vrienden, maar mm. ik bedoel het gewoon uit een soort bescherming of zo. Zeg ja. maar. Want hoe, hoeveel jaar speelde jij in Rens? Ja, wel wat. Hij is oh, dus hij was al wel wat ervaar, al meer ja, ervaren toen. Als ik al hem zie lopen, moment. lijkt hij 47. Maar <laughs> <laughs> ja, hij is begin 30 uur, dus dat uh, scheelt al zes jaar. Oh, ja, precies. Um, dus, uh, nee, dus toen uiteindelijk toch mijn debuut gemaakt, toen uh, op donderdag was er Groningen uit. KVB-weken. Ja, dus dat was uh, de KVB-weken. Ja, niet echt, omdat ik, ik hoorde pas die dag zelf. Dus dat de, scheelt wel, hè? Ja, dat is echt ja. super lekker. Want ja. anders, als je de hele week al weet, dan gaan ook de hele weken mensen mee bemoeien en vragen. En doe je best en dit en dat. Ja. En nu hoorde ik het. Een uur voor dat we aanwezig moesten zeggen. Maar ja, dat is wel maar. relaxed. Maar je ja, die drie dagen je nog wel later haasten. Later, maakt die, ja. <laughs> dat zei je? Moet je nog wel haasten. Ja. Maar Nijmegen Groningen, dan zit je toch in die bus toch ook heel tijd wel. Ja, dat wel. Dat was ja. wel maar, ja, we hadden toen zo'n goede groep, zeg maar. En ik kon zo goed met hem. Met, met Rens en zo. En met Joshua. Dat ik dacht, van ja, weet je. Gaan we gewoon. Uh, Schoolrijd voelde. Het. Ja, bijna wel. <laughs> <Ja. laughs> en drie, drie dagen later moest je tegen Groningen. Ja. En dan weer. Ja. Ook weer. ja, ja het was je wel... toen al nou wel laag? Uh, ja, toen was het meer van. We wonnen die bekerwedstrijd met 1-0 volgens mij. Uh, ja, toen hadden we de nul gehouden en toen ja, kon eigenlijk uh, niks meer uh, uh, kapot of zo. Het was helemaal goed en iedereen blij. Never ja, change a winning team. Juist, en dan die blijf die je staan. Ja, en toen uh, er was het even iets anders koek die zondag te verloren 5-2 met de wereldgolf Michael de Leeuw. Ja. Uh, Toen was winterstop en ja, niks meer gespeeld. Ja, super zo snel uh, super kan super het gaan, Ja, dat is echt wel de, voetbal, de voetballerij Want de donderdagochtend denk ik, oké, okay, wanneer ga ik mijn de maken bij spreken? Nou, die ga je maken. Dan denk ik, oh, weet je, nu zit ik er lekker in. Dan speel je weer een half jaar niks. Ja. Uiteindelijk word je het jaar erop wil je nog wel uh, kampioen met uh, NEC. Voelde ja. dat wel als jouw titel? Want volgens mij had je een heel groot aandeel of niet? Nee, ik echt? heb geen. Nee, het was uh, dat jaar dus dat ik met de buurt maken we. Ja, dat was ook echt een uh, uh, super bizarre ervaring, zeg maar, met de supporters die uh, uh, naar binnen kwamen, uh, zeg maar de Kamer oh. in, dat soort dingen. Dus. Sto dus je daar als jongen, jongen. Was dat van, toen die degradatie okay. tegen Sparta thuis, of niet? Uh, ehm. Die play-offs, was, het dat jullie in de Arena 2-2 nog speelden. Ja, dat uh, Jan Baks tegen uh, dingen. Oh ja, de, inderdaad. De, ja. ja nee. Dus, uh, nee, dat, dat, was, dat was toen thuis. Toen kwamen ze echt gewoon in de kleedkamer in en uh, ja, dat soort dingen. En dan denk je, van, oké, wat, wat zijn we aan het doen met snallen? Ja. Het uh, jaar erop, toen had ik het gesprek gehad, of eigenlijk die, die zomer uh, met de uh, technisch directeur. En die zei: we gaan, ja, je gaat degraderen. Dus geld raakt op, moeten mensen ontslagen worden van het kantoor. Al die uh, reuters met teut helaas. Uh, en toen zei uh, Bart van Ingen van ja, weet je, we gaan met um, jongens uit de eigen regio spelen. De kans is super groot dat je gaat spelen. Ik kan niet beloven, maar je gaat wel spelen. Uh, dit en dat. Nou, toen kwam de trainer. En uiteindelijk denk je in de voorbereiding leg je jezelf een beetje druk op. Wie ja, was dus de trainer toen? Toen uh, toe met dat Ruud Brood. Oh, ja, ja. Ja, dus toen dacht ik bij mezelf, oké, nu moet ik gaan spelen. Dit moet mijn jaar geworden. Iedereen riep, ja, oh, dit wordt jouw jaar. En weet je wel, hoe meer mensen daar roepen, hoe hoe de druk wordt. Ja, en uiteindelijk uh, iets van zeven wedstrijden misschien gespeeld, twee in de basis. Misschien uh, dus was toen ja. jullie rechtsback? Uh, ja, we hebben heel veel verschillende gehad. Daan Bovenberg was het. Uh, Giovanni van... Giovanni, ja, Gavenbeek. Giovanni, uh, Gavenbeek, ja. ja. ja uh, Marcel Appia hebben we nog gehad. Uh, Die is toen op een gegeven moment in de winterstop of zo gekomen, toch? Ja, klopt, En dat ja. was voor jou wel een klap. Ja, was voor mij wel weer een tik, ja. Ja. Uh, ja, Het was ook toen de wedstrijd uit bij Sparta. ...uit speelde op basis. En dan heb je het een beetje over geluk of pech in de voetballerij, zeg maar. Ondanks dat het om kwaliteit gaat. Toen speelden we daar, zonder 2-0 voor, was niks de hand. Uh, toen kregen we in de 81 minuut 2-1 tegen, in de laatste minuut 2-2. Ja, en dat had niks met mij te maken. Alleen je voelde me al aankomen. Die week erop zou ik eigenlijk ook spelen. VVV thuis. Toen uh, hoor je de dag voor de wedstrijd. Ja, ik ga niet spelen. Dan ga toch met die andere rechtsback spelen. En dan denk ik van. Ik heb niks fout gedaan die, die week ervoor. Uh, alleen ja. Trainers worden dan een beetje. ja, ja. 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 Niet gewoon. Uh, ja. Maar, maar ja, dat gelijk spel lastig. bij Sparta, dat was wel een uniek gelijk spel, volgens mij in, die, in dat jaar. Want jullie wonnen heel veel. Ja, dat is het. ja En, en achteraf kan ik ook zeggen van ja, we hebben gelijk gespeeld. Uh, dat is de wedstrijd, die ik basis wijze van spreken. Dus uh, ja, wordt dat zo aangepakt? Ja, alleen het is wel, ja, wel echt jammer. En dan denk ik wel bij dat meer. Kijk. De buurt van uh, onder Pastoor, dat is um, lastig of ja moeilijk. Alleen dat ik niet vijf wedstrijden op rij heb kunnen spelen, dat vind ik het lastig ja. nu achteraf ja, te precies. accepteren. Zeg maar, van. Je hebt niet echt de kans gekregen. Nee, mijn nou, voor mijn gevoel niet. Uh, terwijl ze dat wel beloofd hadden, terwijl ik wel een jongen van de club was. En het werd me wel gegund, want ik kreeg elke keer wel een kwartiertje of zo. Zeg maar. Of uh, als er vier nog voor stonden, dan doe jij er maar even een kwartiertje mee. Omdat je het uh, omdat je, je gunnen omdat je zo hard traint. Alleen het is nooit echt, ja ik weet niet of dat gunnen is, zeg maar maar ik heb nooit vijf wedstrijden op een rij mogen spelen. Nee, precies, ja. Daar baal ik echt het meeste van. Ja. Maar uiteindelijk ja. word je dan wel kampioen. Eh, ja. Met Volgens mij een volgorde van Jan Baks, Christian Santos en Aks. Ja. ja, en ook nog Anthony Lemombe. Ja, echt een goede volgorde. is echt bizar. Santos maakte echt heel veel goals. Ja, dat klopt. En, en nou, die hadden jullie niet 101 punten? Ja, boven de 100. Ja, goals volgens mij ook echt bizar veel. Ja, dat voelde wel. Je vroeg net voelde dat als mijn kampioenschap. Voelde eigenlijk wel als mijn kampioenschap. Meer omdat ik ja ik ben, was gewoon en ben nog steeds wel een jongen van de club zeg maar en er was niks meer als NEC um, toen NEC NEC ik? bij jullie toch ja, NEC ja, ja, NEC, ja, ja. <laughs> uh, dus er was niet echt meer als dat dus het voelde wel echt soort van ook wel van mij omdat ook heel veel jongens uit het dorp kwamen die naar het feesten ja, naar, dat, uh, naar de naar de en zo kwamen dat ik dacht van ja wel echt heel vet. Ja. maar uiteindelijk vertrek je dan bij NEC ja dat ja, ik, ja ik had toen natuurlijk in de juweel league ja, volgens mij zeven wedstrijden of zo gespeeld Um, en toen had ik een gesprek gehad en toen zei ze, jij mag wel blijven, maar de kans dat je gaat spelen wordt niet heel groot. Toen dacht ik bij mezelf, ja. is hij al niet, dus dan... Om... Nee, ja. Ja, ik heb het nu al niet gedaan. Laat staan, als we promoveren, of als we promoveren dan is het helemaal niet. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, dan ga ik gewoon weg en dan kom ik uiteindelijk wel terug. Dat was mijn doel. Uh, en toen kon ik naar Helmond, Topos of naar Den Bosch. Toen ben ik naar Den Bosch gegaan. Ja, en dan ging eigenlijk de eerste, eerste seizoenshelft wel echt goed. Uh, echt bijna alles gespeeld, onder Gene van Eck. Die wilde mij toen ook halen, of ja, daar hebben. Dus dan ben ik naar het heen gegaan en toen uh, verloren we een kwartfinale van VVSB in de beker Oh, met Mikey Parami. Ja, ja. De man die, ja. van de Hemen. Ja, ja, ja. Word ik af en toe nog wakker van, straks. Maar, maar dat nou, was ja, een fout, dat de keeper. Ja, twee keer. Ja, uh, ja de en uiteindelijk na die wedstrijd werd trainer ontslagen. We kregen toen weer Paul Beekmans, de uh, interim trainer, twee wedstrijden. Toen speelde ik twee keer, speelde twee keer 0-0. Ik Nou als back, als verdediger doe je het echt prima. Ja. Toen kwam William Vloed en vanaf dat moment geen seconde meer gespeeld. Dus oh, ja, geen tekst en uitleg daarbij dan? Ja, niet snel genoeg op de 30 meter. Oh, ja. Ja. Ik wist ja. niet dat het atletiek was. Maar. Ja, ja. En uiteindelijk zak je dan steeds verder weg? Als ja, voetballer. uiteindelijk was het meer bij Dan Bos van... Uh, ja, ik werd op een gegeven moment een soort... ...van mijn gevoel echt weggepest, zeg maar. Mm -hmm. um, door de trainer of door het elftal? of Nee, elftal absoluut niet. Um, directie, trainer? Ja, directie, trainer. Tegen... Op een gegeven moment mochten we dan... Uh, ...je mag dan uh, 18 mensen meenemen naar een wedstrijd. Er we waren er uh, 15 fit. Ik was die 16e, namen ze mij niet mee, zeg maar. Uh, moest wedstrijden in de jongen. Ik kreeg, zeg maar, uh, een stoel. Mijn kleedkamerplek was direct tegen de wc aan, zeg maar. was gewoon een losse stoel. Uh, daar moest ik zitten. Ja, dat was echt super kinderachtig allemaal. Ja. En ik had niks geks gedaan... Uh, want ik ben, als ik achteraf nu terugkijk en ik heb iets geks gedaan waardoor dat is, zeg maar, dan zou ik dat nu ook wel toegeven. Alleen ja, dat heeft me zoveel pijn gedaan, zeg maar. Mm. En ja, niet bij de hele club, maar wel bij bepaalde mensen. Dat ik zoiets had van tot hier en niet verder. En ja, we hadden het straks ook over geld. En uh, de jubileek verdient ook niet bij elkaar. En ik nee. dacht, nou, ik kan of nu gaan uh, uh, maatschappelijke carrière op gaan bouwen en weer ja. gaan voetballen omdat ik het leuk vind. Of ik blijf aanpappen tot mijn 33ste voor uh, 3000 ja, euro de maand. Prinsie, en uh, dan moet ik dan werken, zeg maar. Ja, precies. Dat heeft een ja, toen dacht ik bij mezelf. Dan, uh, als er geen lol meer in zit op dat moment. Nee, dan. nee, zeker. En daar, daar ging het bij mij wel, maar dat vond ik super lastig. Dat was de moeilijkste keuze in mijn leven geweest. Hoe stel je dat thuis? Om, ja, dat was het moeilijkste. Ja, weet je, voor mezelf had ik, ik liep op een gegeven moment bij een um, lifestyle coach in Nijmegen, Isabel heet ze. En uh, zij was echt, echt super goed. Uh, ik had zoiets van, nu heb ik zoiets van als ik haar tijdens mijn carrière had gehad dat was misschien allemaal anders gegaan. Maar zij liet mij dingen inzien dat ja, de voetbal echt helemaal niks voor mij was. Dus voor mij was het heel makkelijk te accepteren op dat moment. Omdat ik het er zo vaak met haar over gehad had. Uh, alleen dan moet je op een gegeven moment ja, stappen naar je ouders toe. En mijn moeder die had al honderd keer gezegd. Ja, ga lekker met je vrienden voetballen. Ja, hoe moet het zijn zeg maar. Alleen mijn vader had wel zoiets van. Ja weet je. Is toch een stukje trots. Je um, staat er nu. Ja nu sta, ja, je, sta je, je er. Nu ben je er. Uh, uh, hoe gaan mensen reageren als je naar nou een weer niveau lager mm -hmm. gaat. Kijk en hij was... Hij is een beetje van de oude generatie, zeg maar. Dus hij is best wel dat mensen dan tegen hem gezegd: ja, waarom is die weer naar beneden gegaan, zeg maar en dit en dat. En ja, voor mij was het makkelijk te accepteren als voor hem denk ik. Ja, want je wat je zegt, ja, je komt steeds lager uiteindelijk terecht. Ja, voor TSC, mij is dit prima. En nu, ja, en nu bij Dovo? Ja, klopt. Ja, ja. ik ben toen van uh, eigenlijk Eredivisie, divisie Jupiler League naar tweede divisie naar de derde divisie gegaan. Ja. Hoe is dat Mevvalt in de dat? tweede divisie al? Ja, want TSC is een tiel, geloof ik. Ja, klopt. Is dat dan ook echt wel? Ja, ik bedoel, daar is nog redelijk professioneel, denk ik. Ja, het is, uh, je krijgt wel betaald, zeg maar. Uh, het was drie keer trainen. En toen ben ik ook, toen ik van NEC naar Den Bosch ben gegaan, toen heb ik uh, een hbo-studie gedaan via de VVCS uh, topsportmanagement oh. en Ondernemerschap. Die had ik toen uh, bijna afgerond. Alleen toen ging ik bij een sponsor werken van Tech, zeg maar. Uh, yeah. Bij een uitzendbureau, om een ma maatschappelijke carrière op te bouwen. Dus dat was echt super ideaal, dat mm -hmm. ze dat aan konden bieden. Ja. Want dan was de stap ook echt makkelijker uh, te maken. Dus die, die stap best wel makkelijk gemaakt. Toen kwamen ook en... jongens uit Amsterdam gewoon naar uh, Tech, volgens ja, mij. Ja, ja Geri Vink was daar toen... Uh, oh ja, ja, klopt trouwens. Ja, Jip ook, ja, dat klopt. Dus, Hoe uh... vond jij Geri Vink als trainer? Wat heeft Jip gezegd? Jip heeft... Uh... Nee, 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 graag. Nee, was echt... Uh, ja, Haat van ja, mij. Uh, uh, toen ik kwam, toen was Geri echt, uh, zeg maar, als... Ik vind hem de beste trainer in een uh, heel kleine situatie, met bijvoorbeeld vier jonge spelers die had moeten gaan doen. Dan is echt een wereldtrainer. Alleen in het algemeen, op team tactisch... Is niet de beste trainer die ik gehad heb. Um, maar ik kon wel echt gewoon heel goed met hem. Totdat ik uh, uh, in de winter naar Dovo ging. Wat niemand uh, aan zag komen. Ja. Want ik speelde toen bij Tech nog en dat was tweede divisie. Alleen ik had bij Tech zoiets. Ja, het was één grote sponsor. Mm -hmm. uh, een kleine club. Super leuke supporters. Super aardig. Um, echt alles was goed. Alleen de accommodatie was mooi. Ja, toen kwam Dovo op een gegeven moment. Ik dacht van ja, uh, het is toch wel een hele grote club. Veel leden. Uh, echt super leuk eigenlijk. Ja. En die wilde mij persen in de winter hebben, dus ik had tegen hem gezegd: nee, ik kom in de zomer, wil ik wel praten en zo. Ja, maar we moeten nu onze zon op degraderen. En Sebastian van der Smam, die keepte jaren voor bij Tech, die is toen naar Dovo gegaan. Uit so, die, die is, van Vitesse. Ja, toch? klopt. Ja. ja, jij weet ook alles, hè? of jullie weten ook alles. Hè? <laughs> uh, en toen uh, is die, uh, heeft hij gezegd: we moeten Daan in de winter uh, erbij hebben. Ja, toen was het voor mij echt wel. Best wel knap van mezelf dat ik die stap heb kunnen maken. Want normaal is zoiets heel loyaal. Van ja, ja. Is een ja, keer aan jezelf hier. denken. Ja, juist. En dit is de eerste keer dat ik in een voetballerij mezelf gedacht heb. Wow. En dan tegenwoordig een ook daarnaast nog hovenier. hier, ja. twee van deze tuin? Ja, prachtig. Prachtig. Ligt er <laughs> mooi bij. Nee, ligt er goed bij. Nee, ja, klopt. Toen ik bij uh, die sponsor was ik op een gegeven moment een beetje klaar mee om te mm -hmm. werken. Toen ben ik gestopt. Toen was ik een scriptie gaan schrijven. Um, dat was wel over het vorige werk bij het uitzendbureau. Alleen, ja, ik, ik kon het gewoon niet meer opbrengen om uh, als sales accountant zeg maar, bedrijf te zoeken waar wij mensen konden plaatsen. Uh, toen zei een vriend van mij, die een hoveniersbedrijf had, die zei van, oh, we hebben nu super druk, kom je even helpen? Toen zei ik, ja, dat is goed. Ik, uh, ik heb nu toch scriptie en vind het wel lekker om in de tuin even drie dagen... Ik heb ervaring met bloemen. Ja, ja, ook dat. Ook <laughs> dat. Groene vingers. <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, nee, toen ben ik daar uh, gaan helpen. En toen zei ik tegen hem van, oké, okay, als ik mijn scriptie af heb gerond, ga ik misschien wel iets zoeken wat erbij past. Uh, maar ik blijf het gewoon zo lang doen, uh, ik het, zolang ik het leuk vind. Ja. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Dus, ja, mooi uh, man. Ja, zeker. Dus daar ligt ook je toekomst? Ja, misschien wel. Misschien niet. Uh, ik, ik heb heel veel vertrouwen in met hem, zeg maar. Uh, ik ben nu ook wel bezig met een cursus uh, om spelers te begeleiden en ouders een soort van lezingen te geven. Omdat mm -hmm. er ook nog steeds... Super interessant, vindt. Zelfs als deze podcast. Zeg maar, ik, ik weet niet. Ik krijg er gewoon energie van ja. een verhaal kwijt kunnen. Je was ook erg enthousiast in ja. ja Ja, ik vind het gewoon leuk. Niet, ja, niet om mezelf te, te verkopen of weet ik het wel. Maar ik probeer gewoon mensen te helpen of. Uh, iets bij te brengen. En, ja, uh, iets bij te brengen. Als Valkuil ook vooral te waarschuwen. Ja, zeker. En ook die lezingen met ouders lijkt me ook super interessant. omdat ik weet hoe moeilijk het is. Mm -hmm. En er is niet een bepaald model voor van. Um, als ouders moet je dit doen, zeg maar. maar je hebt het zelf, zelf meegemaakt. Ja, zeker. Ja. Dus je dat hebt... is echt. Uh, kan wel één vraag? Stel dat je nou nog een kleine, ja, een jonge Daan was en je krijgt een aanbieding weer van een profclub, zou je dat dan nog een keer doen? Of zou je dan zeker ja, zeggen, ik ga dit niet doen? Nee, ik zou dat wel zeker doen. Ik ben daar zo uh, volwassen geworden en zoveel dingen geleerd en zoveel verantwoordelijkheden gekregen. En uh, ja, was zeker, uh, zeker een mooie tijd. Kijk, was alle moeite waard. Ja, absoluut. Daan, ik wil jou bedanken. Jullie hartstikke bedankt. fijn dat je hier was. Ja, super leuk dat je er was inderdaad. Ja, succes Top. in de toekomst. Dankjewel, komt goed. Jullie hartstikke bedankt. Dit was de vijfde aflevering van de Gouden Jongens Podcast. Tot de volgende. Tot de volgende.